Hallo, ik ben Danny en ik werk bij Proximus. Heb je een PLC-adapter met Wi-Fi Extender, of korter gezegd een Wi-Fi Extender? Wel, ik ga je uitleggen waarvoor dat de 4 lampjes op je Wi-Fi Extender dienen. Ze zijn er in elk geval niet als versiering. Elk lampje heeft een precieze betekenis. Eerst het powerlampje. Dat lampje moet altijd branden. Als dat niet het geval is, moet je controleren of de stekker wel degelijk goed in het stopcontact zit en of er wel elektriciteit is, want zonder stroom gaan we niet ver geraken, hè? Dan gaan we over naar het DLAN-lampje, dat de vorm heeft van een huisje. Die vertelt je het een en het ander over de verbinding tussen de wifi-extender en de PLC die aangesloten is in de buurt van je modem. Als het groen is, is alles goed. Is het oranje? Dan betekent dit dat de HD-zenders, dus de zenders in hoge definitie, niet meer zullen functioneren. Is het rood? Dan is er een probleem met de verbinding met de PLC. In dat geval moet je de PLC en de wifi-extender resetten. Als het lampje uit is, wil dat zeggen dat de wifi-extender niet met de PLC geconfigureerd is. In dat geval moet je ze allebei herconfigureren. Hoe dat moet, leggen we uit in een andere video. Vervolgens het ethernetlampje. Dat laat zien of je wifi-extender verbonden is met een decoder of met een computer via een ethernetkabel. En tot slot het wifi-lampje. Dat duidt op een draadloze verbinding. Als het uit is, wil het gewoon zeggen dat de wifi uitgeschakeld is. Om dit gewoon weer te activeren, druk je op de wifi on-off knop. Voilà, ik hoop dat deze video je geholpen heeft. Zo nodig zijn er andere hulpvideo's in verband met de wifi-extender die assistentie kunnen bieden.